wat mij de afgelopen week is opgevallen, slaat niet op de regio, althans slechts indirect. Is heel ver van huis, ja. Maar dat houdt mij dan wel bezig. Dat meisje in Pakistan van 14 jaar, die werd neergeschoten door Taliban, omdat ze vanaf haar 11e opkomt voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Ja. Dan denk ik van, nou, Den Haag is internationale stad van recht en vrede en dan kom ik weer thuis. Ja, die moet daarmee meevoelen. Die moet er verontwaardigd over zijn. We moeten dat aan de orde stellen. Dat maar kan hoe kunnen niet. We dat doen dan? Hoe kunnen we dat aan de orde stellen? Via internationale verbanden natuurlijk. De Verenigde Naties, onze relaties die we daar hebben, de ambassadeur. Ja. Daar moet echt wel wat gebeuren om dit soort misstanden. Als we dat aan de orde stellen, Eva, in de Verenigde Naties, hebben we invloed genoeg? Ja, Nederland is gelukkig nog steeds een land wat enige betekenis heeft in het buitenland. Dit is geen overschatting van ons eigen land, wat ik dat kan misschien anderen bevestigen, maar als het gaat om bedrijfsleven doen we het nog steeds goed, all over the world. Mm-hmm. Als het gaat om recht en vrede doen we het goed. Den Haag is wereldwijd bekend als stad van recht en vrede met het internationaal strafhof en een aantal andere instellingen. Dus ik denk dat wij ook verplicht zijn aan onszelf. Ja. Willen we die positie handhaven om ons de vinger op te steken en waar het misgaat in de wereld. En dit is een flagrante schending van mensenrechten. Dit is zo erg, daar maken mensen zich druk om. Ik hoor meneer Heijnen hier een oproep doen in West Business om als vredestad Den Haag eigenlijk nu ook een vuist te maken. Is dat wat u zegt? Absoluut. Wij zouden moeten nadenken over een campagne waardoor we dit soort ongein de wereld uit helpen. Heel goed. Nou, we zijn op de barricade beland inmiddels. Meneer